misschien iets dichterbij. Ja, denk je? Oh, je houdt toch helemaal niet van. Ik heb gewoon even bidden. Het zit nog ver weg, joh. Ja, maar dan zie ik mezelf zo goed dat ik zo voor mij ga staan. Kan die? Ja, denk je? Ja. Oké. Okay. Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik ga vandaag op pad met Doenja. Wat gaan we vandaag doen? Ja, dat is spannend. Ik weet het spannend. Niet. Ja, toch? Nou ja, dat is waar. Anders zet je even je porto uit. Oké, okay, doen we het even. Wim, wat hebben we gedaan hier? Nou, ik ben hier helemaal naartoe gekomen fietsen vanaf het bureau. Nou, dat het is warm buiten. Dus ik begin te zweten. Even kijken, inzoomen je zweetdruppels. Is allemaal in 4K. Moet je even wachten. Is in 4K, hè? 4K? Dat is 4K. Vannacht. We hadden één melding gehad van die meneer die zwaar mishandeld is, dan een poging doodslag, incident. Ik ga op de motor zich even klaarzetten en dan kijken of deze nacht nog meer beleefd is. Wim, wat hebben we hier? We krijgen net een melding dat de twee personen, of dat kan ik niet zeggen. Jawel. Dat twee personen een... Wat hadden we net van melding nog, Wim, die laatste? Ik weet het niet meer. Weet je niet meer? Ja, het loopt lekker door, zo hadden we net een lekker deur. Zo vorige keer zei ik door. Ja. Kom maar mee dan. Niks aan de hand dus. Oké. Wil je wat leuk zeggen op kamer? Nee. Beter van niet. We hebben verder nog even opvang gedaan van eventueel familie en naam. Of geen naam. Heb je wel een specifieke zaak opgelost door sociale media? Ja, ik had een vermissing uit mijn wijk en die hebben wij gedeeld op Facebook. En een volger op Facebook, die had dat gezien op Facebook. En die, op Facebook? Van Facebook op Facebook. Ja. Facebook. Ik hoorde dat ik op Facebook. Hebben we toestemming om overuren te draaien? Jezus. Ja, dit is lastig, hè? Ja, dat geeft niet. Ik roep hem nog een keer. Ja, zo simpel eigenlijk gewoon. Nog 4 minuten. Ja, roept u maar. Dus heb je wel een specifieke zaak opgelost door sociale media? Ja, we hadden een vermissing uit mijn wijk en die hebben gedeeld op Facebook. Iemand op Facebook had dat bericht gezien en die heeft toen de politie gebeld. En die persoon is in Amsterdam toen aangetroffen. En die is teruggevonden dankzij Facebook. Wat is die goed? Ik heb nog 4 minuten buiten. Ja. Ja. 3. Nou, ik ga niet kijken, want dan moet ik lachen. Niet waar! Zeg, roept u maar. Wat is mijn leven? Oh. Jij schuift het dan ook. Ja? Ja. Heb je wel eens... Nou ja, zeg! Godverdomme. Hang op! Niet zo kijken. Jij bent ook in die shot, ouwe. Ja? Heb je wel eens specifiek een zaak opgelost door sociale media? Ja. Ja. Ja, sorry hoor, maar als jij nou even eruit gaat. Nee, dat kan niet, dat kan niet. Nou, één keer, even trosteren. Doe er wat aan, Jonne. Jij moet daar kappen. Ja, jij moet gewoon kappen, man. Ja. Even wat koude wind in je mel. Nee, doe dat maar niet. Dan gaat die tochten. Nou, kom. Ja? Ja, loop nog steeds. Heb je wel een specifiek een zaak opgelost door sociale media? Ja, ik had een vermiste persoon uit mijn wijk. En die hebben wij op Twitter en op Facebook gezet. Iemand had op Facebook gezien. Dat bericht is uiteindelijk 350.000 keer gelezen. En een volger had dat bericht gezien. En die heeft destijds de politie gebeld in Amsterdam en daar is die persoon aangetroffen en weer netjes thuis gewacht. Dus dat was een heel mooi succes voor de
Leuk dat je kijkt naar een extra video of een speciale video. Nou, zoals jullie kunnen zien op de achtergrond ben ik op een andere locatie. Vanaf heden zal dit ook mijn nieuwe werkgebied zijn, mijn nieuwe basisteam. Dus dit de koor zullen jullie vaker gaan zien. Ik ben namelijk sinds kort aangenomen in Wijkagent op het basisteam Lekpoort. Daar vallen bijvoorbeeld de gemeentes Nieuwegein onder, Vianen en Houten. Nou, ik ben in ieder geval Wijkagent geworden in Vianen, dus daar zullen jullie me voornamelijk terugzien. Ik zal daarbij ook blijven vloggen om voor jullie materiaal te laten zien en de werkzaamheden van de politie in het hele land. Maar voornamelijk hier op het basisteam Lekpoort. Maar goed, het is mijn eerste dag vandaag, dus ik ga eerst even naar de briefing en dan ga ik jullie verder meenemen vandaag. Maar dat is niet het enige. Jan-Willem begint ook vandaag als wijkagent in het mooie Lekpoort, overgekomen uit Almere. Begint vandaag in Lekpoort en met name in Vianen. Het moment om te gaan bevorderen. En nu moet jij je uitkleden. Ik ben uitgekleed. Nou, voor een deel. Mooi. Jullie konden even meekijken met de briefing, hoe dat gegaan is. En zoals je konden zien ben ik officieel bevorderd tot brigadier, tot wijkagent hier in het basisteam Lekpoort. Dus voor de mensen die in Vianen en omgeving wonen, zullen jullie me vaker in dit gebied zien. Ik heb in de afgelopen tijd inmiddels 6 jaar in Almere en Almere buiten gewerkt. Ik heb daar met heel veel plezier ook gewerkt en ik heb daar heel veel kansen gehad. Ik wil daarom ook graag mijn teamleider die daar zit ook enorm bedanken voor de mogelijkheden die ik gehad heb. En eigenlijk die zijn de draagkracht voor het social media verhaal. Zonder hun had ik dit nooit kunnen doen. Dus zoals ze dat zeggen in YouTube taal, een dikke shout-out in ieder geval naar mijn teamchefs. En alle collega's uiteraard die me in de afgelopen jaren daarin gesteund hebben. Ik zal ook nog eens heel veel contact onderhouden met het social media team van Almere Buiten. En er zullen vast nog heel veel mooie projecten aankomen om samen op te nemen. In ieder geval ook voor de bewoners uit Almere die mij ook in de afgelopen jaren heel veel gesteund hebben. En heel veel dankjes. Jullie ook hartstikke bedankt voor de mooie tijd. En we gaan elkaar vast nog wel zien. En jullie kunnen me blijven volgen via social media. Dus namens mij iedereen bedankt voor de afgelopen 6 jaar in Almere. En tot op YouTube weer. Jullie konden net bij de briefing al zien, ik ben gisteren ook jarig geweest, dus eigenlijk dubbel feest deze dagen. Ik heb een aardig wat cadeautjes gehad, zelfs hele pakketten. Het is voor mijn verjaardag geweest, dus dank jullie wel. Ik ga het nu even uitpakken en ik laat jullie gewoon even gezellig meekijken. Nou, zoals jullie kunnen zien, een aantal mooie kaarten en cadeautjes gehad. Dank jullie wel daarvoor. Dank jullie voor de kaarten en de mooie boodschappen. De dropjes en de snoepjes ga ik straks uitdelen hier bij de collega's. En de rest krijgt weer een mooi plekje. Ik zit inmiddels in de auto. Mijn eerste dienst hier in Lekpoort zit erop. Ik heb als bedankje nog voor mijn verjaardag en de beëdiging een bosje bloemen gehad. Altijd weer leuk voor thuis. Jullie ook echt super bedankt voor de cadeaus, voor de lieve kaarten en de berichtjes afgelopen tijd. Het is wel echt bijzonder als je jarig bent dat je ineens zoveel leuke en mooie berichten krijgt. In ieder geval nogmaals, dank jullie wel. Dikke shout-out voor jullie. Ik bedoel, zonder jullie was dit nooit mogelijk. Dus mijn dank is groot naar jullie. En nogmaals, dank voor alle felicitaties. En ik ben dus officieel nu begonnen op het basisteam Lekpoort. Ik heb er zin in, dus ik hoop dat we in de toekomst mooie video's kunnen maken. En voor jullie en hopelijk gaan we zo door. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze korte video en tot de volgende keer.